milieu, mede namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, heet u hartelijk welkom bij de 10e Veteraandag van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wij verwelkomen vandaag in ons midden twee speciale gasten, de minister van Defensie, haar excellentie mevrouw Meijer van Schouten, en de commandant der strijdkrachten, de luitenant admiraal Bauer, die hier vandaag ook is als veteraan wonend in Leidschendam-Voorburg. Deze lokale Veteranendag Nieuwe Stijl is voor de tweede keer georganiseerd door het vorig jaar opgerichte Veteranencomité onder auspiciën van en gefinancierd door de gemeente. Wij staan met onze veteranen midden in de samenleving. En dat brengt het wat mij betreft hier tot uitdrukking. Natuurlijk ja, de markt hier dichtbij, maar ook hier is dit weekend een event, Walk in the Park. Maar een bijzonder moment om dan ook hier samen met elkaar Veteranendag te hebben. En de verbinding te hebben in onze samenleving. En ik wil u ook mede namens het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg mijn erkenning uitspreken. U allen voor uw inzet om de vrede te dienen. Een strijd om mensen in de vreemde een veilige samenleving te bieden. Uw bijdrage die u heeft geleverd aan herstel van vrede en veiligheid. Geachte burgemeester, voorzitter van het Veteranencomité en leden van het Veteranencomité dat pas net bestaat, heb ik begrepen. Dank voor de uitnodiging om samen met u de 10e Veteranendag van Leidschendam-Voorburg te vieren. Want dat doen we eigenlijk. Dat is denk ik terecht door de burgemeester gezegd. En ik wil u dus feliciteren met het tweede lustrum. En ik denk dat het ook heel mooi is dat daar aandacht aan besteed is. Op deze dag, in zo'n mooie locatie, midden in de samenleving, zoals de burgemeester net zei. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, juist om te laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat mensen daar ook voor strijden, nu nog vandaag de dag, op allerlei plekken in de wereld. En in een tent, en ik kom uit Twente, ben ik vanmorgen ook vandaan gekomen en tukkers houden ontzettend van tentfeesten, wil ik u maar zeggen. Dus u kon het voor mij niet beter doen dan het in een tent te organiseren. Ik denk dat het juist goed is inderdaad om op deze plek stil te staan bij mensen die de vrede en veiligheid beschermd hebben. Dat wilde ik ook tegen u zeggen. En als ik om mij heen kijk, en ik heb ook al met een aantal van u gesproken, zijn het veteranen van alle leeftijden. Het zijn mensen met moed, bewijsdrang, maar ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. En dat vind ik niet vanzelfsprekend. Voor een groter goed, voor een hoger doel, voor een veiliger wereld. En ik ben daar zelf keer op keer weer van onder de indruk, overal waar ik daarover spreek. Ik blijf dat iets nieuws vinden. She's married now or engaged or something, so I'm told.
Met wie sta ik hier? Werf Thomas van Sport en Welzijn. En wij organiseren vanmiddag sportchallenges. En dat betekent dat, de kinderen een sportkaart kunnen meekrijgen en waarop ze scores genoteerd krijgen. En we hebben van alles. En het gaat van boogschieten tot judo, tafeltennis. We hebben in totaal 13 onderdelen. Oké. En wordt het goed bezocht? Ja, het begon rustig, maar het loopt nu langzaamaan vol. En inmiddels is het zo dat overal kinderen bezig zijn. Okay. Leeftijd 6 tot en met 16 jaar richten we ons op. Dus, ja. Leuke reacties? Ja, hele leuke reacties. En veel verenigingen die hopen op een dag als vandaag leden te werven. Dus dat is ook vaak de reden. Dus die proberen hun sport zo mooi mogelijk uit te dragen en te verkopen. Samen met mijn collega hebben we dit opgepakt en is het eigenlijk een onderdeel van Walk in the Park. En is er nog een wedstrijdelement aan verbonden? Ja, dat klopt. Straks om 16:30 is de prijsuitreiking. Ieder onderdeel van de 13 onderdelen die we hebben, daar is straks de high score, daar is een prijs voor. En er is een totaalklassement voor de beste jongen en het beste meisje. Hoe heet jij? Teun. En ben je nou voor het eerst op televisie? Ja. Oké, en wat doe je hier vandaag? Wat ben je allemaal voor spelletjes aan het doen? Ik ben hier met mijn oma. Wat heb je voor spelletjes gedaan? Heb je spelletjes gedaan? Ik heb thuis zo judo gedaan en zo tennissen en dat alles. En wat vond je het leukst? Tennissen. En wat ga je nog meer dingen doen? Ja. Doei! Wat heb jij aan mij te vertellen? Ik zou het echt niet weten. Zal ik wat vragen dan? Wat heb je vandaag hier gedaan? Boogschieten, voetballen en dit. En wat vind je ervan? Leuk. Wat vond je het leukst? Boogschieten. Yes, I guess it would be nice. Ik ben Lucas Avink, bij de Voorburgse rugbyclub trainer. Wat is er vandaag te doen hier? Met de rugbyclub hebben we een bungee cord aan de boom vastgeknoopt. En dan moeten de kinderen in een tuigje proberen zo ver als mogelijk te komen met de bal. En dan de bal aan de grond te drukken en een try te scoren. En dat heeft te maken met rugby, want dat is een belangrijke oefening in de rugby. Ja, zeker, zeker. Het gaat er natuurlijk om dat je heel sterk bent in je benen en dat je veel kracht in je lichaam hebt. En uiteindelijk dat je dan niet de bal laat vallen of hem gooit, maar dat je hem dan echt netjes op de grond drukt. Want zo scoor je een punt met rugby en dat heet een try. Ja, en als mensen zich nu of dit zien, of kinderen dit zien en ze willen op rugby, waar moeten ze dan heen? Voorburgserugbyclub.nl en dan kunnen ze daar alle informatie vinden. Hoi, hoe heet je? Valentijn. En je hebt zojuist... de oefening gedaan voor rugby. Hoe vond je het? Leuk. Ja. En heb je wel vaker zoiets gedaan? Nee, nog nooit. En ben je nu van plan misschien op rugby te gaan? Nee. En heb je verder nog spelletjes gedaan in dit park? Ja, ik heb net hockey gedaan, maar ik ben er nog net, dus ik heb nog niet veel meer gedaan. Wil je verder nog iets zeggen? Misschien even zwaaien naar je vriendjes op tv? Nee. Ik hoor dat er hier net een record is gebroken. Ja. En waarin is het record gebroken? In... Batman rennen. Dat is met een badminton rennen. Is dat een nieuwe sport? Denk het. Heb je ook gewonnen? Nee, ik niet. Ik was 2 seconden slomer dan Jaden. Ah, shit. Ja. Dan ga je het zo nog een keer proberen? Nee, je mag maar 1 keer proberen. Shoulder.
Ik zit hier met Zoe en Max. En die stonden in de rij voor het lasso gebeuren. Maar ze hebben nu iets anders, wat veel leuker is. De sport hond eieren. Wat is er zo leuk aan deze hond? Nou, het is een golden retriever en dat is een van mijn lievelingshonden. En ze zijn gewoon heel mooi. Ik ben Francisca van Mijmer. Ik heb een kleine praktijk voor massage, yoga, meditatie en Realizing Dreams. Realizing Dreams is een stukje yoga archery en gewone archery. Boogschieten dus, even in het Nederlands. En dat doen we hier op het sportevenement om het een beetje te promoten. Ik ben al jaren yoga-docenten. En op een gegeven moment, ja, mijn vriend die zit in de middeleeuwen scene, zeg maar. Dus een reenactor. Die heeft mij ook het boogschieten geleerd. En op een gegeven moment vond ik het een beetje saai worden. En toen dacht ik, misschien wel leuk om het ook eens vanuit yoga-houdingen te doen. En zodoende heb ik zelf het yoga-boogschieten ontwikkeld. Dus dat wil zeggen, boogschieten vanuit yoga-houdingen. Dus ook op één been, achterstevoren, onderstebovenliggend op de grond en dat soort dingen.